YouTube. Ziet er heel leuk uit en zo. Echt een geweldige hobby. Maar eigenlijk, hè, zijn alle YouTubers hetzelfde. Eigenlijk willen alle YouTubers maar één ding en dat is ja, bier. En eigenlijk, ja, YouTube leven is niet zo makkelijk. Ik moet video's maken en ik woon hier. Dit is mijn edit studio. Ik maak hier video's. Ik chill hier. Ja, ik woon hier. Dit is mijn huis. En elke YouTuber heeft al zijn verhaal. Maar in de puurheid is elke YouTuber hetzelfde. Vandaag ga ik het verhaal vertellen van YouTubers. Dus kom maar mee. We gaan samen. We gaan samen een avontuurtje leven. Let's go. Vandaag gaan we op avontuur. We gaan richting het strand waar ik in de zomer vaak chill. We gaan, ja, we gaan ook gewoon ja, geweldige tijd hebben. Het wordt gewoon geweldig. Dus doe zeker een duimpje omhoog. Let's go. 1 karapils en de avond begint. 2 karapils en die Rudolf die zingt. Hey. Hey, daar zijn mijn vrienden van de eetclub. Dus eigenlijk, alle YouTubers zijn eigenlijk content creators. En we maken dus allemaal filmpjes. Sommigen uploaden om de week, anderen om de dag. Ik upload vaak, genoeg. En als ik video's maak, dan ben ik nuchter. Nu is het een minder moment, maar ik upload dus. Ik maak dus wel een filmpje. En eigenlijk moet je snappen dat vanaf YouTubers video's van meer dan 10 minuten gaan maken, dan verdienen ze meer money. En meer money kan je natuurlijk meer pilsjes kopen. Hey, er zit een gat in die zak. Shit. Maar ik heb 2 strikes, dus ik kan geen video's van langer dan 10 minuten meer maken. Komt er eigenlijk op neer dat veel YouTubers school gaan zeveren om die 10 minuten te kunnen vullen. En veel YouTubers uploaden ook gewoon shit. Wordt 15.000 keer dezelfde shit en zeggen. En andere YouTubers die uploaden gewoon 10 minuten ongeedit content. Hey, kijk een wolk. Geef mijn bier terug. Ah, shit. We zijn aangekomen in de chill spot. Dames en heren, daar ligt iets. Dit is duidelijk een teken van bospoepers. De kans dat er hier mensen nu even leuk de liefde aan het bedrijven zijn, is pittig groot. Een plaatje. Het is een meisje. Zonnecrème. Een badpakje. Duikbril. Een lege foto. Kammetje. Wel een mooie rugtas. Die neem ik zeker en vast mee. We hebben een nieuwe rugtas. Ja. Goed dan. Ik voel dat ik al een beetje nuchterer aan het worden ben. Dus jullie weten allemaal dat er ook YouTubers zijn die pranks uploaden. It's just a prank, bro. En met die views kopen zij waarschijnlijk heel veel pilsjes. Maar je moet snappen dat die prankers krijgen veel views. En de andere YouTubers krijgen ook veel views, maar minder. En het is wel alsof hoe meer werk je in je video's stopt, hoe minder views je krijgt. En dat vind ik heel erg jammer. En het ligt misschien niet alleen aan de YouTubers. Maar de kijkers kijken waarschijnlijk ook liever naar uitgedramatiseerde bullshit. Dan naar gewoon real shit. En dat vind ik persoonlijk heel erg jammer.
Ik ben een YouTuber. Je is beginnen met kijken naar YouTube. Het eigenlijk nog echt in een beginfase was. Toen alles gewoon top notch was. En als ik nu terugkijk naar YouTube, dan heb ik eigenlijk wel veel medelijden met de kijkers. Want vroeger was het één leuke, fijne YouTube plek. En nu is het meer een hoopje zandkorreltjes. Waarbij sommige YouTubers zich proberen te onderscheiden van al die zandkorreltjes. Maar zij worden gewoon weggespoeld door de zee. En dat is de reden waarom heel veel YouTubers hun motivatie verliezen. Als je ziet dat YouTubers met fake shit zoveel meer attentie krijgen, omdat alles wordt uitvergroot bij hen, dan doet het pijn in je hart als je ziet dat jouw filmpjes minder geapprecieerd worden. Maar voor de rest is YouTube nog altijd een leuke, fijne plek waar YouTube content creators gewoon hun content produceren. En de bekijkers die geïnteresseerd zijn, die kijken ernaar. Dus dames en heren, ik zeg altijd: kijk naar wat jij wil en kijk wat jij leuk vindt. En kijk niet naar wat iedereen zegt dat je moet kijken. YouTube is een plek gaat om plezier. En als jij het leuk vindt om aan fake pranks te kijken, dan. Dan moet je dat gewoon doen. Want zelf fake pranks kunnen eens grappig zijn. Ik lach soms ook wel eens met een fake prank. Ik lach ook wel eens met die fake shit. Niet veel, maar ik kijk er wel eens naar en ik lach er ook eens mee. Maar het is speciaal en het is niet echt mijn ding. Maar het kan wel eens grappig zijn voor een keer. Dus dames en heren. Wow! Daar ga ik weer. Als je het leuk vond, smash zeker een duimpje omhoog. En ik zou zeggen, we gaan nog een lekker duikje nemen in de zee. Tot de volgende keer. Waarop wordt dit geüpload? Kunnen we de 3 likes halen? Let's go for 3 likes. Waar de fuck ben ik? Waar de fuck ben ik? What the hell? Ik heb een rare fucking droom gehad. Fuck shit. Woo!